na 47 jaar van school weggaan, is wel een hele bijzondere dag. U heeft een koninklijke onderscheiding. Een werkleven lang Bontebrug School zit erop voor juf Margreet Tanis. Na bijna 50 jaar voor de klas staan en een hoop andere taken, heeft de basisschool vrijdag massaal afscheid genomen van de 66-jarige lerares. Zelfs de burgemeester was aanwezig om haar een lintje te geven, tot haar eigen verbazing. Optredens van de kinderen maakten heel bijzonder dat wat ze ingestudeerd hadden, wat ze geoefend hadden en wat ze allemaal over mij wisten. Ja, en het lintje is natuurlijk een extra bijzonderheid die ik zeker niet verwacht had. Wat zag je dat het met haar deed, met juf Margreet? Juf Margreet zei zelf ook wel, ik had veel verwacht vandaag, maar dit? Nou, dat was toch eigenlijk wel grappig, want ik heb ook begrepen dat juf Margreet op school altijd aan mensen vraagt als er iets gebeurde. Wat is je primaire reactie? Dus ik vond het ook wel leuk om haar nu de vraag te stellen, wat is nou uw primaire reactie? En daar had ze toch ook wel een antwoord op, dus dat was leuk. En dan een 47 jaar, voelde het ook als ze 47 jaar? Nee, je begint ergens met heel veel plezier. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt en dan gaan 47 jaren gewoon voorbij. En fantastisch team en om me heen en ja, dan gaat het gewoon zo. Het overkomt je. Tanis was niet alleen juf, maar later ook intern begeleider en zelfs waarnemend directrice. Ze zal worden gemist op de Bontebrugschool. Zij is heel warm, liefdevol, hard voor kinderen. Haar hart zit echt op de goede plek. Soms ook wel een tikje gestrest bij het organiseren van dingen. Maar ja, dat past ook helemaal bij haar. Hoe zou jij de juf omschrijven? Super aardig. En ja, ze kan goed lesgeven, ze kan goed helpen. Dus ja, goede juf. Wat is de reden van stoppen eigenlijk? Pensioen. Ik moest gewoon stoppen. Dan is ze 47 jaar, we zeiden het al, die 50 was toch ook wel mooi geweest? Het was heel erg mooi geweest om dat vol te maken. Maar ja, tegenwoordig moet je er op deze leeftijd uit. En het is ook goed als er weer een nieuwe IB'er komt die met nieuwe ingangen en frisse wind ook weer door de school heen.